net een veilig thuis. En leg je lekker te slapen. Ging je zomaar met de auto mee? Dat was toch best wel spannend. Moet je toch niet weer doen? Sorry, kijk eens. Nee, ze is zich iemand wassen. Gelukkig is ze weer veilig thuis in haar bedje. We gaan zo gourmetten. Ik moet even de spullen klaarzetten. De jongens hebben een boodschap gedaan. Wij doen dat meestal zo grappig. Meestal doen wij dat inderdaad één keer in december of vroeg. En vinden we het helemaal leuk. En later niet weer. Soms twee keer, maar mijn oudste zei gisteren of eergisteren, nou, we zullen gaan gourmetten. En ik denk, ja, dat vind ik eigenlijk wel een heel goed idee. Dus dat, dat gaan wij zo doen. En, oh ja, ik heb net Vlogmas dag 4 online gezet. Dus ik ben benieuwd wat jullie er weer van vinden. We filmen gewoon vrolijk verder voor dag 5. Inmiddels zijn we klaar met de gourmet. Zaadje ligt alweer in het bedje. Kijk, die popjes die er allemaal in liggen staan. Die had ik er ooit eentje van gekocht in Spanje. Een klein popje, die rook naar chocola. Die staat daar wel achter in de kast, maar ik heb even geen zin om op te staan. Maar daar heb ik later dus nog heel veel van die kleintjes bij gekocht. De rommelmarkt en eentje in Tormolino's. Maar goed, die had ik voor de, eigenlijk een beetje zo voor de, die had ik uit die kast gehad. Toen dacht ik, oh, die zet ik even in het bedje. En dan ruim ik ze later wel op. Maar Zaadje ging er gewoon tussen liggen. En er staat een stoffen kerstboompje bij. Dus wel schattig. Ja, gelukkig heeft Zaadje het overleefd. Goh, wat een verhaal. Ik kan er nog niet over uit. Dat wij, ja, dat dat dan gebeurt. Ongelooflijk, hè. En daar ligt ze Poekie. Ze hebben alweer gegeten. En wij hebben, ik heb al een boel opgeruimd. Ik ben ondertussen ook weer met een andere sok aan het breien van het Aldi pakket. Ik kon het niet laten. Een tijdje geleden heb ik dat ook toch gekocht bij de Aldi. Dit is wat dikkere sokkenwol. Dus dat worden van die slof sokken. Want ik heb mijn projectjes van de Advent projectjes heb ik eigenlijk allemaal klaar vandaag. Alles gebreid wat ik wilde. Dus nu ben ik dit maar gaan doen, want ik wil die ook af hebben. Dan is die ook maar van de naalden af. En toen dacht ik wel van, straks ga ik misschien nog wel even aan mijn sjaal breien. Die van Steven West, die puzzels. Jigsaw puzzel, ja die. Kijk, mijn batterijlampjes worden al zwakker. Dus ik ben wel bang dat ik toch een gewoon strengetje lampjes erbij in moet gaan doen. Gaan, ja, want anders dan heb ik straks met kerst zit ik in het donker. Hoe dan? Ja, en dit sokje ben ik ook nog aan het breien. Dat is ook de tweede sok. Ja, ik zeg sokje omdat ik deze op pen 2 volgens mij heb gebreid. Die eerste heb ik al af. Ik weet alleen even niet. Oh ja, ligt hier wel. En deze was wel vrij kort. Ik doe altijd 13 centimeter. Maar omdat deze wat smaller met smallere pennetjes gebreid was, vond ik het toch wel een heel kort sokje. Dus ik ben nu bij de kerstsok heb ik toch weer 14 centimeter gedaan voor het been. En die brei ik wel op 2,5. Iemand vroeg aan mij welke hiel ik brei. Nou, de van de kerstsok was gewoon een Hollandse hiel. Met een hielflap. En zo'n kleine, hoe zeg je dat ook alweer? Dit is de Shadow Wrap Short Row hiel. Ik denk, ja, ik doe gewoon waar ik zin in heb. Ik vind dit, hier moet je wel, dit moet je in één keer breien, vind ik. Als je deze Shadow Wrap Short Row hiel, kan ik niet even onderweg ondertussen stoppen en wat anders doen. En dat kan ik met die Hollandse hiel wel. Dus ik vind denk ik de Hollandse hiel fijner. In het dragen heb ik nog niet echt een voorkeur. Wat ik altijd wel heel irritant vind. Oh, dan moet ik weer oppassen. Nog niet alles. Dat je als je zit. Kijk daar. Gaan altijd je sokken draaien. Hebben jullie dat ook? Maakt niet uit of ik ze strakker heb of losser heb. Binnen no time heb ik de hak altijd aan de bovenkant hangen. Godje mij, wat stom. Oh ja, en ik kreeg net allemaal hele leuke reacties weer op mijn vlogmas. Vlogmassen, dus vind ik echt heel leuk. Ik probeer wel overal een beetje op te reageren en hartjes uit te delen. Ik lees het allemaal, maar als ik het over het hoofd zie, dan is het niet bewust. Maar de meeste dingen zie ik wel. Dus daar word ik wel echt heel blij van. En dat geeft me wel de moed om door te gaan. Want ik dacht wel vanmorgen, toen ik wakker werd, ja, misschien was ik een beetje depri of zo. Dat ik dacht van ja,
Vinden ze dat wel leuk? Zo zit ik daar gewoon 24 dagen lang mijn leven te filmen. Ja, ik kan heel wisselend soms ineens dat aan denken. Terwijl ik het eigenlijk hartstikke leuk vind om te doen. Dus dan was ik wel even dat ik dacht van... dan ga ik even twijfelen. Maar dan krijg ik weer zulke leuke reacties. En ik vind het, wat ik ook nogmaals zeg... Ik vind het bij anderen ook heel leuk om dat terug te zien. Om al die vlogmassen te zien. Dus ik ga ook gewoon lekker door. Nou, ook wel weer benieuwd wat voor een pakketje wat we morgen krijgen. Qua wolletjes. Dus daarom wil ik alleen al nu naar bed. Dat het alweer snel morgen is. Ik lijk wel een klein kind. Nou, ik ga voor vandaag afsluiten. Misschien kom ik ze vanavond nog even terug. Als ik nog wat leuks te vertellen heb. En anders tot morgen vroeg. Ik ben weer even lekker aan het breien aan mijn jigsaw puzzle van Steven West. Deze sjaal moet je met dubbele draad breien. En de jigsaw puzzle is een hele grote driehoek. Die bestaat uit 22 delen. En ik ben dus nu bij deel 5. Dus ik ben nog lang niet klaar, maar dat geeft niet. Het is heel leuk werk. En ja, je kan elke keer één stuk doen. En soms moet je iets op waste yarn zetten. Maar soms, of op een hulpdraad, hoe zeg je dat in het Nederlands. En soms kant je hem gewoon af en dan hoef je er even niks meer of zo. Maar ik was van de week al begonnen aan deze rand. Hier moet ik 20 ribbels moet ik breien. Dus ik heb er nu 5. Dus ik wil eigenlijk proberen om dat vanavond af te maken. Want ik had het opgezet en toen was ik alweer weer even vergeten hoe het ook alweer moest. Dus ik heb één klein foutje gemaakt. Maar goed, ik heb het niet teruggehaald, want het was één mindering te veel. Maar ik denk niet dat je dat in het grote geheel ziet. Ik weet niet waarom, maar ik ben de hele tijd heel moe. Het is nu 9:30 en ik heb even een extra koffietje genomen. Want elke keer ben ik om 9:30 s'avonds zo moe dat ik wil ook wel naar bed. Maar ik wil eigenlijk ook even lekker doorbreien aan dit. Als ik dit stuk af heb, ja, dat vind ik ook weer helemaal leuk. Dus daarom even een extra koffie, een extra check-in. En ik zie jullie morgen vroeg. Oh ja, ondertussen kijk ik nou naar Nitty Nitty weer. Vlogmas D 4. Vind ik ook wel heel leuk. Zij woont in New York, dus dat is ook leuk om te zien. Welterusten allemaal. Tot morgen. Schatje, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, we zijn alweer bij dag 5, jongens. Zo, dag 5 van de adventkalenders gaan we zo openmaken. Maar natuurlijk ga ik eerst even een koffietje drinken en mijn kop printen. Kijk, ik had gisteren, ja, dit is een heel oud kerstboompje. Die heb ik echt al, volgens mij al vanaf, ik weet het niet meer, heel lang. Normaal hang ik er nog balletjes in en alles in, maar daar ben ik nog niet naartoe gekomen. Misschien ga ik dat nog doen. Ik had er nog eentje, die was nog mooier, maar daar kon ik het standaardje niet van vinden. Dus die kon niet staan. Die heb ik dus maar weer teruggebracht naar de zolder. Nou, we hebben weer een Brinta vandaag. Koprinta en een heerlijke koffie. Dus dat gaan we eerst doen en daarna kom ik zo bij jullie terug. Spannend, daar gaan we weer. Koffie op. De Brinta nog niet op. Dat doen we zo. Nou, dag 5. Hier zit een gouden dingetje op, valt me op. De vorige week was het eerst een zilveren dingetje. Dit zit nog wel mooi dicht. Dat die nummer 4 gisteren al open was. En wat voel ik hier? Ik voel... Is dit allemaal grappig? Volgens mij zit er nog iets in. Oh, lekker een theetje. Oh, lekker. Spiced biscuit. Nou, ik ben benieuwd. Die ga ik zeker vanmiddag drinken. En hier zit een
Heel leuk doosje in, denk ik, een doosje. Oh nee, dat kan ze niet aftrekken. Wat is dit, zo'n eitje? Oh ja, oh, leuk. Oh, met steek. Markeer dus, denk ik. Ja, ik heb de telefoon ervoor, dus ik zie het even niet zo goed. Ja, een soort zien zijn steekmarkeer, dus ik probeer er eentje uit te halen. Oh, wat schattig. Dus geen balletje wol vandaag, ja. Steekmarkeertjes, wat leuk. Wat een goed idee. En het is denk ik zelf gemaakt. Dit hoesje, wat schattig. Nou, erg leuk, dankjewel. En een theetje. Dus deze gaan we vandaag opdrinken. Deze gaan we natuurlijk gebruiken. En in het leuke doosje laten zitten. Ik hou ervan. Heel erg leuk. Nou, het spannendste deel. Kijken of er de kleur veranderd is van geel naar misschien wat meer rood. Nou, ik ging de kalender nog even bekijken. Maar er zit inderdaad heel veel. Ja, er komen natuurlijk ook nog hoeveel stemmetjes. 20. Van alles in kunnen zitten nog. Ja, het wordt steeds rooier. Dat is wel wat je ziet nu. Alleen het is dan wel heel veel geel. Als je dat dan wilt gaan gebruiken in een... ja, dat de kleuren elkaar een beetje opvolgen. Dan heb je wel eerst een heel groot stuk geel. Maar goed, zie, er zitten wel meerdere rode ja, spekkels in. Maar de hoofdzaak is nog steeds geel. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. En single staat hierop. Ik weet niet wat het waarom het druk staat. Zit er dan erbij in. Even checken of er erbij in zit. Nee, er zit niks bij in. Dus wederom een toch een hoofdzakelijke gele. En, maar goed, wat ik zeg hier, er komen dan meer rode spekkels in. Dus het zal langzaam overgaan naar rood. Dag 5 is weer hoofdzakelijk geel. Ja. Dat dus. Nou, ik ga even verder met mijn printaatje en ik zie jullie later. Vandaag in mijn Dutch Adventure waar geen balletjes had, ben ik maar even een half uurtje aan het breien aan de trui van toen. Dus ik hier weer meer aan het breien ben, denk ik, ik moet er echt mee verder. Dus ik denk dat ik vandaag eens even wat meer tijd hierin ga stoppen. Want als ik dit achterpand klaar heb, want het voorpand heb ik al klaar, dan hoef ik alleen nog maar de mouwen en dan ben ik nog lang niet klaar. Maar goed, dan schiet hij al wat op. Dus ik denk dat ik vandaag hier wat meer tijd aan ga besteden. Zo, ik heb even de grote schoonmaak ben ik aan het houden, ja. Nee, gewoon de wekelijkse schoonmaak op maandag, bed verschoond. En omdat ik toch alleen in het bed slaap, en dat had ik al een tijdje geleden ook al een beetje gedaan, maar ik heb nu alle project bags waar of wol in zit, of een project, of een wip dus, heb ik allemaal aan de andere kant gezet tegen de muur. Want ik slaap toch alleen. En dan heb ik dat dekentje er neergelegd voor de katten, want die vinden dat een heel zacht dekentje. Die liggen daar aan 's nachts vaak op. Dus ik dacht, dat is wel leuk. En ik lig toch aan deze kant. Dus niemand heeft er last van. Oh ja, en als de katten er al tegenaan gaan liggen, dan is dat niet erg, want zit het netjes in een tasje. Dus als de kattenharen opkomen, dan kun je het er zo weer afhalen, afzuigen. Ik heb alleen mijn zwarte trui van vroeger, van toen, die is los. Die ligt daar wel los op. Daar ben ik net nog even naar gebreid. Dus ik dacht dan, oh, ik denk dat ik de laatste week van december die aflevering maar eens doe met alle whips die ik heb. Laat ik jullie allemaal zien wat in die tasjes zit. Alleen maar een leuk plan. Dat had ik ineens bedacht. Dus dat ben ik aan het doen. Ik heb wel een klein kerstboompje dus naast mijn bed nog steeds. Ik heb hier ook alles weggehaald. Hier stonden ook allemaal tassen. Die heb ik allemaal nou daar neergezet. Ja, mijn kastje. Ja, het is toch nooit helemaal leeg. Cindy is naast mijn bed. Ja, je blijft ermee bezig. Maar dat zullen jullie ook allemaal wel herkennen. Ik had vandaag dus geen streepje kon ik breien in mijn kool. En niet aan mijn deken. Dus die sla ik dan ook over. Daarom heb ik nu wat meer schoonmaaktijd. En als ik vanmiddag ga zitten, had ik alweer wat anders bedacht. Nou, weet ik nog niet wat ik ga doen.
sowieso even aan de sok breien vandaag weer. Ja. Misschien weer aan die sjaal waar ik gisteravond mee bezig was. Want als ik dat paneel af heb, vind ik ook wel weer fijn. Ja, ik zit nog heel sterk te na te denken wat ik wil met die mooie strengetjes van het wolbeest. Ik denk toch, dat liggen jullie denk ik allemaal. Dat was het NL Alert van de overheid. Oh ja, een hooi is ook in de lucht. Het is natuurlijk de eerste maandag van de maand. Ik had dat in november helemaal niet gehoord. Dat is gek. Maar ja, goed, dat geeft niet. Dus ik zit wel te denken, omdat het toch een feit is. Ik verwacht dat mijn strengetjes steeds meer naar de rode roze kant gaan. Daar ga ik denk toch een sjaal ervan maken. En ik zat te denken aan... Ja, ik heb elke dag weer een ander idee trouwens. Een beetje dom. De What the Fate Show van Andrea Mowry. Die is volgens mij ook niet heel moeilijk. Ik wil namelijk eigenlijk geen ribbelsjaal. Want ik heb al heel veel ribbelsjaals gebruikt. Ik wil het eigenlijk in de stockinette stitch. En volgens mij is dat die sjaal. Dus misschien hier een daglicht. Ja, voor zover we daglicht hebben. Dit is dan 1, 2, 3, 4 en 5. Dacht ik wel, van, oh, misschien ga ik er toch wel mee beginnen. Ja, of ik wacht toch echt tot ik alle strengetjes open heb gemaakt. Ik heb zo'n zin om die balletjes op te winden. Nou kan ik dat natuurlijk al wel doen, maar ik denk wel als je het allemaal naast elkaar legt straks, dat je dat leuker kunt zien. Hoe die dan verkleurt. Dus ik denk toch niet dat ik ze ga opwinden. Ik heb wel zin om ze op te winden, maar ik ga het niet doen. En kijk, ik had ook nog een hele gave bol opal sokkenwol besteld. Maar dit is, dat had ik niet gezien, dit is die dikkere sokkenwol. Maar die ga ik denk ik in januari, februari breien. Vind ik erg leuk. Opal, ja, achtvacht, dat had ik niet gezien. Wilde winter. Nou, ik hoop dat we nog een beetje sneeuw krijgen dit jaar. Ja, en deze, daar heb ik bij, hoe heet dat nou? Besteld. Die hebben een Duitse site, maar dat is wel in Nederland. En die heet een fischewollen. Oh ja, ik weet het alweer. En deze ballen zijn helemaal niet duur. Die zijn volgens mij nog maar 4, 5 euro of zo. Nog niet eens. En dat is wel voor een volledig 420 meter, kijk. Deze paars, rode kleurtjes, blauw, ik hou ervan. Wat dit wordt, weet ik ook nog niet. Misschien doe ik het ook wel in die sjaal waar ik mee bezig ben. Want dan moet je sokken wel dubbel houden. Dus daar heb je best wel veel nodig steeds. Vooral als je twee dezelfde strengetjes combineert. Je kunt hem ook combineren. Nu ben ik erin aan het combineren met licht roze. En je kunt ook wit natuurlijk bij doen. Maar je moet wel elke keer die keer. Dus dubbel knitting. Dus dat is waar ik ook sokkenbollen steeds voor nodig heb. Kijk, zo wordt het dan. Ik heb de 12e richel gebreid, dus we moeten 20 van dit stuk, zo, deze punt. Valt een beetje tegen. Ik dacht, oh, dat doe ik even. Maar het is nog wel een dingetje. Ach, een dingetje. Het is gewoon wel meer werk dan ik dacht. En dan komt straks, nou ja, ik weet niet of ik dat vandaag ga doen, maar... Als deze dan klaar is, oh, ik zit met de vingers voor de camera. Dan komt volgens mij hier weer een punt aan. Dan heb je al je eerste bijna driehoek. Ja, je breidt elke keer een stuk eraan. En met dubbele draad. Het is heel squishy. Het is natuurlijk allemaal sokkenwol. Dit is allemaal sokkenwol. Zwart en sokkenwol. Dit is neon. Nou ja, en ik wil gewoon allerlei kleurtjes gebruiken. Vind ik heel leuk. Dat ik dat normaal in kleding nooit zou doen. Maar ik ben echt wel gek op al die kleurtjes tegenwoordig van die wol. Dus het is heel leuk werk. En ja, je hebt niet het gevoel van... Oh, ik moet hier een lange stuk, oneindige 900 steek. Want daar zie ik altijd wel een beetje tegenop. Dus dat hoeft hier niet meer. Het is echt heel leuk. Kijk, mijn andere lampjes heb ik uit. En die onderste, die hardlampjes in mijn boom. Ja, sorry hoor. Ik spring van de haak op de taak. Die bedoel ik. Die gaan steeds aan en uit. Die batterijen zijn volgens mij bijna op, maar nou gingen ze ineens weer aan. Dus dat is wel grappig. Goed, dus ik ga nu even stoppen. Ik heb eigenlijk geen zin om naar buiten te gaan, maar ik moet even naar de winkel. Het is heel slecht weer, het regent. Ik ga toch maar even lopen. Want ik moet ook even in beweging. Ik heb vanmorgen gepoetst. Straks moet ik nog koken. En dan de keuken moet ik nog een beetje opruimen. En dan ga ik straks na het eten weer lekker verder met breien. En vanmiddag ook nog wel natuurlijk. Dus ik ga een stukje lopen en ik spreek jullie later. Kijk, dit is mijn oprit.
Ik moet nodig bladeren wegzuigen. Wegvegen, maar daar heb ik nog steeds geen zin in. Maar goed, wat ik zo eigenlijk over vertellen. Oh ja, hier staat die auto dan altijd. Hier gaat Saatje er dan even uit. Maar ja, de auto is er niet. Want die heeft mijn oudste mee. Ik moet door de regen lopen. Heb ik daar zin in? Nee, heb ik helemaal geen zin in. Maar met de fiets. Nou, ik ga toch maar lopen. Kijk, ik heb mijn sjaal om. Vorig jaar gebreid, colorblock sjaal. Met puro duur. Maar ik vind hem eigenlijk nu veel te lang. Super lange flappen. Ik vind dat hele rechte model helemaal geen bal meer aan. Ik moet natuurlijk wel naar de camera kijken. Waarom is die selfie camera veel kleiner? Nou, ik ga lopen door de regen. Ik heb niet zoveel zin in, maar ja, ik ga het toch doen. Want anders zit ik ook maar weer de hele middag binnen. Ik had gepland om lekker te gaan wandelen vanmorgen, maar met dit weer is er echt geen bal aan. Ja, ik realiseerde me net inderdaad dat het vandaag 5 december is. Heel veel mensen gaan natuurlijk Sinterklaas vieren of op scholen. Dus de kids hebben natuurlijk allemaal nou zo'n Sinterklaas in de klas. Vind ik altijd zo grappig. Ik zie overal op straat Sinterklaas in auto's zitten. Erg grappig. Nou, ik ga naar de winkel. Tot later. Echt weer om thuis op de bank te zitten met een bereikje. Maar goed, soms moet je ook dingen, hè. Kijk die boom, mooi, hè. We zijn er bijna. Het regent iets minder hard dan toen ik wegliep. Maar het zal wel niet droog worden naar de lucht kijken. Vandaag wordt het denk ik niet meer droog. Daar zijn we weer. Het is echt koud. Het regent wel, het is echt heel erg koud. Dus gewoon naar binnen. Even lekker opwarmen met mijn theetje uit de Dutch Advent Swap. Zo, gaan we die ook maar gelijk doen. Nummer 5. Het is 5 december vandaag. Ik ben benieuwd wat er nu weer in zit. Voor zo'n balletje. Balletje. En ja hoor, ik heb gelijk. Er zit weer een balletje. Die eet ik ook even lekker op bij de thee. After eat met thee, ja, dat is wel echt lekker. Inmiddels zijn mijn kinderen allebei naar werk. Het is after 4. En ga ik de vlog voor vandaag 5 december afsluiten. Mijn oudste zoon en ik gaan net nog even lol om... Ja, om dingen die er vroeger zijn gebeurd met Sinterklaas. Want ja, wij hebben natuurlijk helemaal niks. We doen helemaal niks op Sinterklaas op uit dit jaar. Maar je realiseert je dan wel, oh ja, het is 5 december vandaag. Dus hij had nog een paar voorbeelden van Sinterklaas en die van paarden afvielen. En meiters die in de boom bleven hangen als ze dan de Sinterklaas op school kregen. Dus dat was wel even grappig. Ik zat net nog ook de vlog van Wolhobby te kijken. Ik weet haar naam eigenlijk helemaal niet, wat erg. Ik vind het ook echt een hele leuke vrouw. Ze is heel grappig. Ik denk echt jammer dat ze zo ver weg moet. Want had ik zeker... Ik heb gevoelsmatig echt een klik ook met haar. Maar goed, zij ging mijn podcast of mijn vlogmas nog even noemen. Dat ze altijd naar mijn vlogmas keek. Dat vond ik erg leuk. Dus bij deze Wolhobby, ik weet niet of jullie haar al volgen. Maar zij is ook echt heel erg leuk. Ze heeft ook altijd hele leuke... Normale podcast, dan doet ze ook vaak met haar zus. En dus dat is even een aanrader. Nou ja, ik weet niet. Verder kijk ik ook een beetje dezelfde dingen als zij heeft. Zij. Bij de Lakeside natuurlijk. Winnie's Wol kijk ik natuurlijk. De Crazy Sock Lady. Ja, Finnish Knitting Stories. Dat is toch wel een van mijn absolute favorieten. Janna vanuit Finland. Dat is wel in het Engels. Maar die is echt heel leuk. Daar word je echt helemaal, heb je helemaal zin in de winter en kerst. Zij woont natuurlijk ook in Finland. Daar ligt al sneeuw. Oh ja, Anna Nitte. Die woont in Duitsland. Dat is een jongere meisje. Vind ik ook heel leuk om naar te kijken. Ja, en ik zal er ook wel weer heel veel vergeten. Renske Creatief kijk ik ook altijd naar. En hebben we er nog meer Nederlandse vlogmassen? Of in ieder geval vlogsters.
breivlogsters. Nou, ik schiet me even niet te binnen, maar ik kijk ze allemaal. Ik ben echt verslaafd eraan. Ik kijk echt bijna nooit geen normale televisie meer. Ik zoek altijd breipodcasts of iets wat ermee te maken heeft. Echter, het is al nou ja, 2 jaar zo. Ach ja, tuurlijk. Nou ja, It's a Sarah en Mirjam Molenbeek, die kijken we natuurlijk ook allemaal, denk ik. Erg leuk. Ja, heel inspirerend. Elske, die kijk ik. Hoe heet dat andere meisje ook alweer? Just Another Knitting Nerd. Zij heeft ook meegedaan aan de Breister vorig jaar. En Wolwerkjes, Irma van Wolwerkjes. Ja, van al die podcasts krijg ik heel veel inspiratie en haal ik ook heel veel ideeën uit. Andrea Mowry kijk ik altijd elke week met I Knit If I Want To met vragen. Ook veel van geleerd. Dus dat zijn allerlei tips. Ik ga ze niet allemaal linken in de beschrijving. Daar ben ik nog niet zo goed in. Ik weet nog niet hoe ik daar een linkje moet plaatsen. Maar goed, dat leren we later. Dat komt allemaal vanzelf hopelijk. Dat was het. En ik zie jullie... Spreek jullie allemaal morgen weer. Fijne avond, middag, nacht of ochtend, wanneer je dit ook maar kijkt. Dit was dag 5 van Vlogmas.